Ik ben Zorro Feigl, ik ben kunstenaar uit Amsterdam. Ik werk graag met materialen die vormbaar zijn, die een eigen vorm hebben, maar die ook die vorm kan veranderen. Dus ik hou heel erg van touwen, kettingen, slangen en dat soort dingen, omdat die aan de ene kant stijf zijn, maar aan de andere kant ook heel flexibel. En dat vind ik heel fijn om mee te spelen, want het materiaal heeft zijn eigen wil. Techniek is een onderdeel van het werk. Het is een middel om de beelden die ik maak te realiseren. En ik vind ook dat je de techniek en ook de fysica die erachter zit gewoon mag laten zien. En dat mogen mensen ook gewoon weten hoe het werkt. Ik ben begonnen met een onderzoek eigenlijk naar zwermen, naar de dynamiek van een groep. En in dat onderzoek kwamen verschillende beelden naar boven. Maar toen heb ik ook veel tijd in Genk doorgebracht. En eigenlijk is dit een soort zijspoor daarvan, waarin die zwerm niet echt meer een onderdeel was, maar wat wel voortkwam uit mijn bevindingen van dat onderzoek. De dynamiek van een zwerm of van een groep vind ik heel interessant, omdat eigenlijk elk deeltje op zich is niks, maar samen is het wel iets. En in die zin, de Unie is misschien ook precies dat. Het werk is eigenlijk een heel subtiel werk. Het is in de vijver, in de molenvijver te zien. En het af en toe laat het zich even aan het oppervlakte van het water zien. Als een beest wat onder water leeft en wat af en toe zijn kop opsteekt. En soms even heel wild doet en dan weer verdwijnt. Elke keer als ik daar kom, staan er mensen te kijken. En de meeste mensen hebben niet door dat het een kunstwerk is. Of die hebben überhaupt, snappen ze niet helemaal wat ze zien. En dat vind ik heel leuk om op te roepen, want al die mensen zijn enorm nieuwsgierig. En ze zien dat er wat gebeurt en ze willen het begrijpen. En soms lukt dat ook. Zien ze dan opeens wat het is en zijn ze daar verrast door en een beetje verbaasd. En sommige mensen die willen het ook helemaal niet zien. Die willen volhouden dat het een enorme vis is. Het hoeft niet gezien te worden als een kunstwerk. Mensen moeten het gewoon zien en het mag bij hun verbazing oproepen of het mag hun beter laten kijken. Maar of het nou een kunstwerk is of niet, dat doet er niet zo heel veel toe. Ik word blij als mensen daarna kijken en daardoor misschien ook nog wel andere dingen zien.